Goedenavond. Het is dinsdagavond 22 juli 2014. We documenteren de nieuwsberichten van dinsdagmorgen van SRF 1, 8 uur. Na het neerstorten van de MH17 van Malaysian Airlines in de Oekraïne op donderdag 17 juli vinden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken dat de druk vergroot om nog een stap verder te gaan in de sancties tegen Rusland. Zoals bekend hebben pas afgelopen woensdag de staats- en regeringshoofden de sancties tegen Rusland verscherpt. De EU wil, zo werd al eens besloten, naast afzonderlijke personen ook hele ondernemingen sanctioneren. En ieder nieuw voorval schijnt ideaal te zijn om deze sancties meteen te verzwaren. De Eerste Wereldoorlog werd uitgelokt door de aanslag in Sarajevo. Alles ging toen net zoals het nu gaat. De schuldigen stonden meteen vast. Toen waren het de Serviërs en hun nationalistische ondergrondse organisaties. Vandaag zijn het de Russen en de pro-Russische separatisten in Oekraïne die direct de schuld krijgen van alles. Daarom worden ze verantwoordelijk gesteld voor het neerstorten van de MH17. Nog voordat het eigenlijke onderzoek is begonnen, spreekt de EU al hardop over sancties tegen hele Russische bedrijfstakken. Hoewel men in één adem moet toegeven dat tot nu toe helemaal niets is bewezen. Nog dat zogenaamde rebellen het vliegtuig hebben neergeschoten, nog welke rol Rusland daarbij heeft gespeeld. En hoewel het staatshoofd van Rusland zich meteen had uitgesproken voor een internationaal samenwerken, stellen onze westerse media het geheel weer eens voor alsof de EU onder de grootste inspanningen Rusland ultimatief moet aanmanen tot de samenwerking bij het onderzoek naar de oorzaak van het neerstorten. Maar vanaf het eerste uur waren Poetin en Rusland dadelijk bereid tot samenwerken. Poetin zei letterlijk: dit ongeluk moet absoluut worden opgehelderd tot in detail. En Rusland zal er al het mogelijke doen om deze catastrofe op te helderen, zodat een objectief beeld kan worden gemaakt over alle samenhangen. Waarom liegen de massamedia tegen de hele wereld steeds weer opnieuw in deze zaak en bovendien tegen beter weten in? Ook Sergej Lavrov, Russische minister van Buitenlandse Zaken, stond erop vanaf de eerste minuut het ongeluk op te helderen in een officieel, onafhankelijk en open onderzoek. Waarom verdraaien onze massamedia zo volhardend deze feiten? Een medialeugen die tegen beter weten in wordt verbreid, geachte kijkers en openbare aanklagers, moet weer worden waargenomen als wat ze in daad en waarheid is. Een misdrijf tegen het volk. Een misdrijf, omdat het hier gaat om oorlogspropaganda en niet om verkeerd voorgelezen voetbalresultaten. Iets wat de westerse bevolking manipuleert naar bereidheid tot oorlog. Het gaat tenslotte om leven of dood. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, klaagde nadrukkelijk op de televisie. Citaat: uit Kiev stroomt een stroom leugens met betrekking tot wat er gebeurt. Men schuift de schuld in andermans schoenen. Alleen niet bij zichzelf. Hopelijk zal deze catastrofe ontnuchtering bewerken bij degenen die bevel hebben gegeven tot deze oorlog. Terwijl Poroshenko Rusland beschuldigde al een paar minuten na het neerstorten, heeft Rusland als eerste na het bekendmaken van de catastrofe zelf een onafhankelijke internationale groep expert geëist om alle omstandigheden tot in detail op te helderen. Maar vastberaden, ondanks alle inspanningen van Rusland, leuteren onze westerse mainstream media over meer sancties van de EU tegen Rusland. Want, zo beweren zij, in het geval Rusland zich dwars zou opstellen tegen de opheldering van deze catastrofe en zou doorgaan om de rebellen militair te ondersteunen. Tegen iedere technische mogelijkheid daarin wordt van de zogenaamde pro-Russische rebellen verondersteld dat ze dit passagiersvliegtuig hebben afgeschoten. De leiders van de Republiek Donetsk wijzen er nadrukkelijk op dat hun luchtafweerwapens slechts een hoogte bereiken van 3 kilometer. Het vliegtuig was echter op een hoogte van 10.600 meter.
Russische militaire experts tonen ondertussen aan dat de plaats van het ongeluk zich bevindt binnen het werkingsbereik van twee lange afstands afweerraketsystemen en drie middellange afstandssystemen van het Oekraïense leger. Russische radarsystemen zouden activiteiten hebben geregistreerd van deze raketsystemen op de dag van de ramp. Er is een commandocentrum nodig voor het bedienen van afstandsraketten, radarsystemen, plus een opleiding van minstens een jaar. De zogenaamde separatisten konden in de verste verte zo'n systeem niet bedienen. Maar ook volledig in weerwil van deze feiten zette speciaal de Britse premier David Cameron zich meteen weer in voor een hard optreden tegen Rusland. Ook de raadgever van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Tsoyans Kiryak, greep deze gelegenheid direct aan en schreef op zijn Facebookpagina: de VS moet ons snel moderne, trefzekere wapens leveren en ons in het luchtruim helpen in de strijd tegen de terroristen in het oosten. En de NATO moet meteen een grondoffensief starten om de geciviliseerde wereld te redden. Daar hebben we het weer. De onophoudelijke neiging tot humaan gecamoufleerde aanvalsoorlogen. Helemaal ongeacht zulke ophitserij tot oorlog, vatten onze massamedia de doelen van de VS en haar vazallen met de woorden van SRF1 zo samen. Het doel achter alles is altijd hetzelfde. Rusland en de rebellen zullen worden gedwongen in de richting van vrede. Maar een oorlog wordt alleen in scène gezet door degene die oorlog wil hebben. Zoals Klagemauer TV meer dan eens heeft bericht, wordt Oekraïne nu heel doelgericht gedreven in een plaatsvervanger oorlog met Rusland. Kijkt u steeds weer naar deze berichten. Wie heeft voordeel van een oorlog tegen Rusland? De VS natuurlijk. Rusland gaat in ieder opzicht bergop. De VS daarentegen is bankroet en zou een oorlog heel goed kunnen gebruiken om eens te meer af te leiden van hun wankelijk situatie en om hun schulden te annuleren. Als er iemand oorlog wil, dan is het de VS, want zij hitsen op tot oorlog en niet de Russen. Slotsom, in de omgeving van de huidige catastrofe beschikken alleen de Oekraïense NATO-strijdkrachten over overeenkomstige raketten om een vliegtuig neer te schieten op 10.600 meter hoogte. Of dit passagiersvliegtuig nu door een raket werd neergeschoten, moet immers principieel eerst nog worden opgehelderd. Tot dan zouden alle belangrijke media zich beter moeite geven voor een objectieve berichtgeving. Vooral ook voor duidelijke tegenstemmen in plaats van voortdurend koren op de molens van de VS te geven. Verspreid deze berichten, omdat licht in het duister komt en duidelijkheid in de verwarring. Hartelijk dank.